Ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt, man. Ik heb echt mijn best voor gedaan. Knol Power! Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar gloednieuwe vlog. Jij vuile natnek! Wat was je aan het doen? Je was me na aan het doen, hè? Oké, we gaan het zo doen. Ik zeg het, want jij kan precies mijn intro. Want ik zeg het en dan doe jij met je mond zo, ja? Oké. 3, 2, 1. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ah, oh, sick! Ja, best wel sick hoor. Ik edit ook altijd deze. Hallo dames en heren, hallo dames en heren, mijn naam is Enzo Knol. Dat. Ja, diehard fan. Wij zijn in de drukste stad van Nederland en dat is natuurlijk Groningen. Nee, grapje, dat is Amsterdam. Dat is Amsterdam. Daar zijn we. Het is druk. Het is rond kerst, dus knijtersdruk. Ik denk dat iedereen de laatste dagen een beetje kerstcadeautjes probeert te scoren. Net zoals wij. We gaan even kijken of we een paar leuke cadeautjes kunnen scoren voor mijn familie. Het is niet echt dat ik samen met mijn familie kerstcadeautjes doe, maar ik vind het super leuk om cadeautjes te kopen voor iedereen. Dat heb ik wel vaker gezegd. Ik vind het leuk om mensen blij te maken. Net zoals dat ik elke dag een vlog upload met dat ik soms een beetje debiel doe, omdat sommigen daarom kunnen lachen. En dat geeft mij een goed gevoel. Dus we gaan eens even checken of we vandaag een paar leuke cadeautjes kunnen fixen en dat mensen daar dan helemaal vrolijk van worden. En dan is dat dit keer mijn familie, want daarmee ga ik kerst vieren. En ik ga voor de jarige Job even een verjaardagscadeau kopen. En ik weet ook al precies wat. Ik heb een idee in mijn hoofd waarvan ik denk dat het best wel grappig kan zijn. En de jarige Job is Boas. Dus die gaan we ook nog even meeten, want er is een spectaculair evenement gaande vandaag hier in Amsterdam. Het is een speciaal iets of zo dat ook mensen uit het buitenland daarheen komen en allemaal gekke dingen gaan doen en zo. Krijgen jullie nog allemaal te zien? Dat wordt echt super vet. I could wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away. You're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Ik heb echt een paar geniale reacties op beeld kunnen krijgen. En zo hebben jullie ook een beetje een idee hoeveel mensen naar deze auto kijken. Dat is echt niet normaal. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, kijk nou naar de kleur. Nog steeds roze. Volgens mij hadden jullie niet gedacht dat ik het zo lang erop zou laten. Maar goed, het geluid blijft me nog steeds verbazen. Ik ben zo ontzettend blij met het Akrapovic uitlaatsysteem. Myron die gaat even de auto starten omdat we in een parkeergarage staan. Dus let's go. Oh, dat blijft zo lekker, hè? Het trilt gewoon bijna, of niet? Ja, omdat we in een parkeergarage staan. Oh ja, nog één ding. Ja, ik zag gewoon de auto ook al doen. Gele auto. Hoor dat. Ja. Eén iemand is aan het wachten totdat deze wegrijdt. Maar ja, daardoor komt er een dikke file. Holy shit. Het is vakantie, mensen. Doe rustig. Doe rustig. En als ik dan nu toch in Amsterdam ben, gaan we eventjes naar Madame Tussauds. Ik ga even kijken hoe het met mijn tweelingbroer gaat. En ik ben heel erg benieuwd of mensen doorhebben dat ik hier binnenloop. Nou, laten we gaan. Let's go! Wow, waar zijn we? Wow, het is E.T. Gaan we, dames en heren. Het avontuur in Madame Tussauds Amsterdam begint. Pam, 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 pam. Oh, hey, Myron. Wacht even. Het is tijd voor de catwalk. Hallo. Oh. Bonjour, hallo. Yes, girl. Oh, work it, work it. Oh. Oh, yeah.
fashion designer van de wereld. Oh, ja, zeker. En jij bent mijn nieuwe model. Wat dat? Zeker. Perfect. Oh, nieuwe model. Model van het jaar. Nee, monsieur. Ik ben geen model. Nee, oké. Ja, wat gaat hij uitkiezen? Bestudeer. Wat gaat hij uitkiezen? Oeh. Het is glitter en glamour. Oeh. Wauw. Een mooie strik. Wow. Wow, girl. You look amazing. Oh, een brilletje erbij. Wow, girl. Kom, kom, kom. Daar gaat ze. Ik ga je die foto's laten zien, oké? Dus kijk naar mij. Hij doet het even voor. Kijk dan zo. En dan doen we naar boven. Wauw. En ik heb weer terug. Zo. Ik heb een live video. Oké. Oké, let's go. Daar gaan we. Oh, je gaat snel. Ja, dat was perfect, maar wacht het moment. Het was perfect, maar je moet het moment afwachten. Oké. Hey, dat gaan jullie mannen. Hier gaan we naar plus. Woo! Yeah! Woo, 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 woo! En de pose. Kom weer terug. En weer terug. Yeah. Oh, yeah, girl. Woo! Wauw, super. Oh, ja, dat is perfect. Maar luister, ik heb nog een kleine verrassing voor jou. Beste van de dag. Kijk dan. Wow! Kijk die pose. Ja, dat is goed. Je kan deze video. Oh, we gaan die video. Gaan we naar jouw mailadres toesturen? Dit was echt geniaal. Sending. Oh, yes. We hebben de video, dames en heren. Geniet er nog even één keertje van. Hier komt de video van het nieuwste model. Myron. Myron. Straks kom ik boven en dan staat er helemaal niemand bij mij. Ja, dat is lullig. Oh, dat zou wel echt pijnlijk zijn. Oké, nu is het een kwestie van wachten. Ja, er staan al mensen bij. Hij is al ontdekt voordat we bij het standbeeld zijn. Super! We hebben een heel erg leuk idee. Ik sta hier dus naast mijn wassenbeeld, mijn tweelingbroer. Hallo Enzo, alles lekker, mooie kersttrui aan. En ik sta hier heel erg mooi verborgen. En als iemand hier een foto wil maken, dan kom ik erbij staan. En dan ga ik ze verrassen. Zoals bijvoorbeeld nu. Ik ben hier nu een tijdje.
Mijn wassenbeeld staat er nog perfect bij. Zelfs de tatoeage hebben ze aangebracht op de pols. Ik ben er super blij mee. We hebben een paar leuke, lieve fans verrast. Het is nu tijd om er weer vandoor te gaan. Maar ik dacht, als ik toch in Amsterdam ben, dan geef ik jullie even wat liefde. Dus mocht je ooit een keer in de buurt zijn van Amsterdam, ik sta er nog steeds. Later Enzo, rustig aan. Oh, je hebt ook nog geen foto, hè? Tuurlijk. Ik ben nu in de shop van Madame Tussauds. En mocht je hier toch zijn en je wil wat hebben van Knolpower. Kijk eens even wat voor mooie hoek ze hebben gemaakt hier. Van alleen maar Knolpower. De tassen, petjes, hier mooie tasjes, deze nog. En je had een popsocket nodig, hè? Welke wil je hebben, de KP of de Pies? Hier gaan we ook. Of Sok de Poes? Ja, Sok de Poes. De Sok de Poes? Ja. Oké, dan ga ik die voor je afrekenen. Dus, mocht je hier zijn en je wil iets hebben van Knolpower, kan je het ook hier halen. Eventjes tussen het shoppen door gaan we wat eten. En ik heb zelf wel zin in kroketjes. En Myron die heeft ook zin in kroketjes. Maar nu ligt hier mijn popsocket al op de telefoon. Maar deze nog niet. Ik was echt vergeten dat jij ook... Ja, ik heb ook Sok de Poes. Ga jij hem er ook op plakken? Ja, wil jij hem er op plakken? Ja. Hier zo? Ja. Zo? Nice. Oké. Nou, heb je ook Sok de Poes? Super chill. Alsjeblieft. Thanks. Het is echt niet normaal druk, hè? Echt niet normaal. Gewoon overal mensen. Holy shit. Het is echt niet normaal. Hier heel veel mensen, daar heel groepen mensen. Het is echt niet normaal. Maar het is wel super grappig om iedereen zijn reactie te zien op de auto. Ja, geniaal. Iedereen pakt snel zijn telefoon, filmen. Ja. En net liep, zag ik een man lopen en die was hardop jouw automerk aan het lezen. Echt zo, Lamborghini. Ja, het is grappig, want ik kom eigenlijk zelden in Amsterdam als het zo ongelooflijk druk is. Dus ja, zoveel reacties bij elkaar, achter elkaar, heb ik nog nooit gezien. Maar je hebt ook echt wel veel foto's gemaakt. Op een gegeven moment liepen we door de Kalverstraat. Ik heb veel foto's gemaakt? Ja. Hoe bedoel je? Of tenminste, veel foto's met fans gemaakt. Oh, dat ik op de foto ging? Ja. Oh, zo. Ik wou net zeggen, ik foto's gemaakt. Ik heb helemaal niet zoveel foto's gemaakt. Nee, maar we liepen door de Kalverstraat. Je werd wel echt om de 20 meter aangesproken bijna. Ja, maar dat was wel heel erg tof en ik heb heel veel van jullie gezien. Dat maakt het shoppen wel iets moeilijker, maar dat geeft niet. Nee, dat weet je van tevoren. Het shoppen is niet zo geslaagd eigenlijk. Ik heb eigenlijk alleen een cadeautje, is wel het belangrijkste trouwens. Dat is voor Boas. Dat is vandaag al zijn verjaardag, dus ik ben heel blij dat dat gelukt is. Lekker maar nog weer... niet helemaal gelukt. Nee, bijna. Lekker weer op zijn Enzo's. Ik heb in ieder geval een heel erg leuk idee voor Boas' verjaardag. En we gaan nu het laatste ideetje eventjes ophalen. En we hopen dat ze ze hebben, maar dat gaan we straks zien. Het is nog even een kwartiertje rijden. Het is maar 5 kilometer, maar in Amsterdam kan elke kilometer met de auto wel 5 minuten duren. Ja, om de 300 meter een stoplicht, als het niet vaker is. Maar we komen er wel. Zeker. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Het originele idee wat ik had is helaas niet mogelijk. Maar we hebben wel iets anders. Wat we nu op het oog hebben, wat ook wel heel erg leuk kan zijn... jullie zien misschien een beetje de afdeling waar we staan. Bij de mooiste laarzen. Jeetje, Mina. Ja. Top. Super. Ja, dit is wel leuk. Zeker. Super. Gaan we doen. Jullie hebben nog steeds geen idee. Maar dit gaat helemaal goed komen, mensen. Dit wordt wel echt heel erg lachen. Het is gelukt, dames en heren. Ik heb niet 1, maar 2 cadeautjes voor Boas. En ik ben heel erg benieuwd naar zijn reactie. Daar zijn we. Hey, alles goed? Prima met jou. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Zal ik je deze binnengeven? Het is wel leuker, hè? Hier is een beetje druk. Ja, maar dan gaan we even naar binnen. Okay. Het is hier overal druk trouwens. Er zijn zoveel mensen. Ja, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Alle wereldtop van alle triggers, dus zeg maar dat is op de vloer al die salto's met kick en weet ik wat, en alles wat niet kan, dat doen we hier. Dus er zijn hier heel veel professionele koprollers. Ja! En dit wereldkampioenschap toch eigenlijk? Ja, het grootste evenement van de wereld. Oh, dus hier komt straks een winnaar uit wie de beste wereld is? Ja. Kun je wel stellen. Zeker. Ja, jij doet mee toch? Nee. Nee, nog niet. Ja, je kan je wel inschrijven, dus jij had je ook gewoon in kunnen schrijven. Ja, waarom had je niet gezegd? Ik denk een paar koprollen. Ah, hey. Hallo. Pakka. Pakka die. Oh, ik dacht goed? Dat de fuck komt iemand gewoon zo in beeld staan. Ja, lekker man. Oké, hier zijn we dan. Wow, er heeft ook een rookmachine aangestaan hier.
Ja, of ja, we zijn wel in Amsterdam, hè. Misschien hebben ze hier wel even lopen paffen. Mag ik misschien je een beetje? Even een jointje, even een stikje gerookt. Maar dit is een van de drie zalen. Oké. Dus hier is zometeen echt het wereldkampioenschap. En daarachter heb je nog twee zalen waar je gewoon lekker vrij mag springen. Dus gaat het meteen? Ja, gaat best wel goed. Dus flipjack werkt alweer? Ik heb het niet meer geprobeerd, al 5 weken niet. Maar het zou kunnen. Je hebt daar een airtrack. Ja, daar kan ik het wel. Nou, flipjack. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, misschien heb je het opwarmen. Ik heb het al te lang niet meer gedaan. Eigenlijk mag je ook niet met schoenen op. Dit is mijn area, sorry, je mag niet. Ja, lekker hoor. Dat is de eerste keer weer sinds 5 weken dat het lukt. En ging het met je teen? Ja, gaat goed. Dat nice. Goed. Okay. En Enzo die komt met een cadeautje. En met Enzo ben ik altijd bang als hij mijn dingen ja. Ik ben serieus bang dat hij gewoon iets even uitschiet of zo. Even mooi voor. Ja. Het ziet eruit als een schoenendoos. Ik ga het geven en je mag het zien. Ik ben echt benieuwd wat je ervan vindt, man. Die ik heb echt wel, mijn best voor gedaan. Nice. Ik was heel bang dat er niet iets, zeg maar dat er wat anders in ging zitten. Ja, er zit wat anders in. Wat zit er in, Bas? Yeah. Boy, yo. Sick, man. Echt. Die is perfect. Beter dan 350. Wow, die zijn wel sick, hè? Fuck, deze schoenen. Dat bedoel ik. Maar het kan ook nooit normaal bij jou, hè? Ja, dit is wel sick, hoor. Maar dit is wel je beste verjaardagscadeau tot nu toe, toch? En we wachten heel even totdat hij die... Weet je wel wat het zijn? Het zijn tuinklompen. Ja, je hebt een tuin, toch? Je hebt een tuinhuisje, daar woon je toch in? Ja. 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 Ik dacht, het was mooi bij het tuinhuisje. Dit is wat ik altijd al willen hebben. Hier. Zo, ze passen wel perfect. Dit is gewoon de perfecte maat. Oké, okay, en dan nu natuurlijk het magische woord. Flipjack. Oh, oh, oh. Oh, het werkt serieus goed gewoon. Weet je, van dit demping. Even kijken. What a do! Ze zijn serieus fijn. Het werkt serieus goed. Lekker. Nee. Gefeliciteerd met je verjaardag. Maar ja, weet je wat het is? Ik heb nog iets anders voor je geregeld. Dat was natuurlijk het grote cadeau. Dit is een kleinigheidje. Gefeliciteerd met je verjaardag, man. Ik ben zo bang dat er nog een paar in zit. Ze zitten serieus gewoon lekker. Ja, ze zien er ook comfortabel uit. Het ziet er echt lekker uit, joh. Goede outfit vandaag. You sure? Deze zijn wel echt. You sure? Yep. Thank you. Alsjeblieft, man. Gefeliciteerd. Deze is echt vet, jongen. Ja, deze is echt heel dik. Ja, maar toch heb ik het niet gelezen. Nu ga je die aandoen ook, jongen. Doe die uit. Maar die sokken mogen wel. We weten wat het is, mensen. Ik weet zeker dat wij Boas gaan zien in vlogs met deze aandoen. Ja, sowieso. Volgens mij zitten deze zo lekker, jongen. Je hebt ook geen peters, mooie instappers. Ja. Toch lopen deze denk ik nog net is al is het een goede maat? Ja. Denk het wel. Voelen? Ik heb nu 2 paar sokken aan, dus ze zijn daardoor een beetje krap. Maar volgens mij zijn ze voor de rest goed. Welke maat is het? Maat 10. Ja, dat is mijn maat. Even kijken. Ja, ze werken. Wat er wat twee kunnen doen. Ah, oké. Okay. Nee, toch niet. Dat is 7. Sick! Nou, dit is iemand heel blij. En die kunnen wij twinnen. Ja, hij heeft precies dezelfde. Heb jij ze ook? Ja. Ja? Ja, tuurlijk. Dat was het cadeautje, dames en heren. Zoals jullie zien, Boas is fucking blij. Dat was ook de bedoeling. Geslaagd. Helemaal geslaagd. En ja, wat gaan we nu doen? Wachten totdat de wedstrijd gaat beginnen. Ja, en we gaan een paar trickers, de beste trickers ter wereld zien, blijkbaar. Super sick. Ik ben hyped. Go.
contact met Jesse, toch? Ja. En Jesse die zit daar aan de overkant. Ja. Oké, op mijn teken, typ naar hem flipcheck, ja? Echt niet. Oh, wacht, wacht met versturen, ja? Dan gaan we kijken of hij het doet. Ga je het versturen? Ja. Oké, kijken wat hij doet. Ja, hij doet nu nog cool, maar als hij op zijn telefoon kijkt, dan ziet hij flipcheck staan. Ja, hij heeft het al gelezen, hoor. Ah, let's go! Ja, daar gaat hij. Nou, oké, we keuren hem goed voor deze keer. Lekker, man. Boas belde hem op en die zei flipcheck. En hij deed het ook nog. Als het goed is, dames en heren, gaan we straks beginnen. Wat jullie zojuist hebben gezien, dat was nog maar het begin. Dat was nog maar de warming-up. En nu gaat de competitie beginnen met 16 mensen. En dan gaan we vanzelf zien wie uiteindelijk de winnaar is. Ik ben heel benieuwd. Yeah! Shirt is echt leuk, er staat triple cork. Yeah! Yeah, dansen, dansen!
Holy shit, dames en heren. Wat ik zojuist allemaal heb gezien is echt niet normaal. Echt niet normaal. Boas, je bent super slecht. Oh. Nee, dat is echt super lullig om te zeggen. Boas is ook echt knijters goed, maar wat deze gasten hier allemaal neerzetten. Wauw. Super vet ook om gewoon zo'n community te zien als dit. En dat iedereen gewoon helemaal losgaat. En Sosai is... de winnaar geweest van vorig jaar, die is net 15 geworden. Vorig jaar dus was hij 14. Won die gewoon best van de wereld. En hij heeft zo net Johan verslagen en Johan die heeft ook ooit een keertje gewonnen. Dus eigenlijk is het nu vrijwel zeker dat Sosai gaat winnen. Echt te lijp wat ik hier heb gezien. Echt super tof. Ik was even op de bank aan het chillen. Even Netflix en chill. Maar ik viel bijna in slaap. Dus ik ben nog net op tijd. Ik rol lekker mijn bedje in. En dan ga ik slapen. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie basis morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power!